Welkom terug en leuk dat je weer kijkt naar alweer een nieuwe bierreview hier bij Bier met Menno. Vandaag gaan we een bier reviewen van Brouwerij Kees uit Middelburg. Ik heb er al een paar gereviewd op mijn kanaal en de volgende is een Barrel Project, de editie 2105. Mooi blikje, goud, wit en het is een Pilet Imperial Stout. Op whiskyvaten, 11%. 33 centiliter. De mouten zijn peulöl, chocola, cara, pilet, chocolademout en zwarte mout. Hij moet op 12, of moet, tip 12%, 12 graden gedronken worden. En dat is die. Ik ben benieuwd. En ik heb een mooi case glas erbij. Dat moet, hè? Of nou ja, moet. Het is altijd wel leuk. 33 centiliter. We gaan hem inschenken. En we gaan kijken wat kleur, geur en smaak doet. Hij zit in ieder geval lekker vol. Bijna, nou, het is tot een nok toe vol. We gaan hem inschenken. Nou ja, zwart. Had ik natuurlijk verwacht. Zal ik hem helemaal inschenken? Ik probeer hem gewoon even helemaal in te schenken. Dat gaat. Dit is hem dus. Ik heb vaker de Barrel Project van Brouwerij Kees gedronken. De 2004, dacht ik. Staat sowieso op mijn tab. Voor mij heb ik er nu twee gedronken. Dit wordt mijn derde. De 2105. De kleur is gewoon zwart. Pikzwart. Ik zie er niks doorheen. Schuimkraag is mokka. Hij is wel redelijk dik. Mooie bellen. Kleine bellen zijn aan de zijkant. En ik ben benieuwd naar dit bier, de Barrel Project 2105 van Brouwerij Kees. We gaan hem naar de neus brengen. Ik proef de whisky al, of proef, ik ruik de whisky al. Proeven doen we straks pas, hè. Ik ruik de whisky. Hij is ook wel een beetje... Klein tikje, ik ruik een beetje vanille. Heel zacht. Een beetje koffie. Koffie komt ook wel goed naar boven. Een klein beetje, ja, chocola. Chocola. Ja, hij ruikt uitnodigend. We gaan hem gewoon proeven, toch? Ja, toch? Ik zeg proost. Gebrande mouten proef ik goed. Lekker. Koffie. Donker fruit. Ik proef ook wel donker fruit in het bier. Hij is ook wel een beetje... rokerig in de smaak. Rokerige smaak. Zoethout. Zoethout haal ik er ook wel een beetje uit trouwens. Ja, zoethout. Dat haal ik er ook wel uit. Ik vind het een goede bier. Goed bier. Goede bier. Goed bier. Van Brouwerij Kees. Had ik al een beetje verwacht natuurlijk. 11%. Dus lekker rustig aan drinken op de zaterdagavond hier ook. Ja, zoethout proef ik er ook wel in. Zoethout, donker fruit komt ook wel goed in de smaak. Mooi rokerig, niet te rokerig. Je hebt ook wel soms van die bieren dat ze te rokerig zijn, maar ik vind dit wel prima. Mooi. We gaan het een cijfer geven. De Barrel Project 2105 van Brouwerij Kees uit Middelburg. Ik ga een klein slokje nemen. Nul tot 10 geef ik deze zeker wel een 9. Ik zou te twijfelen, 9 of 9,5. Ik ga hem gewoon een 9 geven. Prima cijfer toch voor dit bier van Brouwerij Kees.
Hebben jullie wel eens een van de Barrel Projects opgedronken? Laat zeker even weten hier beneden in de comments. En ik ga er gewoon weer lekker van genieten. Ik zal mijn social media in de beschrijving zetten, zoals altijd. Ik ga jullie zeker dit bier aanraden. Dus als je de 2105 nog niet gedronken hebt van de Barrel Project, zeker doen, zeker kopen. En laat weten welke je wel op hebt van de Barrel Project. En hier laat ik het bij dan. Social media in de beschrijving, maar dat zei ik al. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende review hier bij Bier met Menno. Ik zou zeggen, ik ga genieten van het bier en proost en tot de volgende keer.